Willem Engel. Voor de media is hij een doorgeslagen dansleraar. Een corona-activistenleider met trekken, Iemand die ze niet uitnodigen, maar cancelen. Maar Engel was toch ook medisch-wetenschapper? Hij is in debat met de Belgische staatsviroloog Mark van Ranst. Voor sommigen is dat een moddergevecht. Hij krijgt strafaangifte tegen zich. Maar wat staat er eigenlijk in die aanklachten? Hoe kijkt hij naar het komende Omicron-tijdperk en wat ziet hij als zijn opdracht in de toekomst? Hartelijk welkom bij Alternatief TV, het nieuwe kanaal met kritische analyses en alternatieve kijk- en leefwijze. Wij vragen door waar de media zwijgt. Ik ben Abgieterlink en mijn gast vandaag is Willem Engel. Hartelijk welkom Willem. Dankjewel. Voor de vierde keer hebben we al een interview. Ja. En de eerste. Vraag aan jou is eigenlijk heel simpel. Er wordt heel veel. Uh, er gaat heel veel over jou heen. Maar jouw basis is eigenlijk medisch-wetenschappelijke achtergrond. Wat is nou precies. Biopharmaceutisch. Niet... En het verschil daartussen zal ik ook even toelichten. Soms word ik microbioloog genoemd. Of biomedisch-wetenschapper. Het ja. zijn allemaal vakken die wel in de studie biopharmacie zitten. Ja. Uh, en het is weer wat anders dan de opleiding tot apotheker. Het gaat eigenlijk. Uh, erover van alle wetenschapsgebieden die te maken hebben met het ontwikkelen van geneesmiddelen. Dat is de basisstudie die ik heb gedaan. Daar ben ik in afgestudeerd in 2001 uh, met de, de specialisatie Analytische Chemie, wat later Analytical Bioscience werd genoemd. In Leiden begrijp ik. In Leiden, ja. Ja, ja. en dat is de groep van Thomas Hankemeyer. En daarna? Ja, daarna heb ik een jaar uh, in de biotech gewerkt. En uh, dat was ook in Leiden, het Bioscience Park. Uh, uh, naast wat, uh, wat nu Janssen is. Hè, nou. Dus daar zaten een paar bedrijven, zoals Farming en uh, nog een paar andere, Crucel. En uh, het bedrijfje waar ik uh, werkte heette Screentech. Dat is later omgedoopt naar Kiadis. Mm. En na een jaar, want het was eigenlijk een soort uh, parkeerfunctie. Uh, ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek. Eerst in Twente, uh, bij de groep van Albert van den Berg. Mm. En uh, later weer terug in Leiden. Mm -hmm. En dat onderzoek. ...ging erover hoe kan je microfluidische devices... ...en dan moet je eigenlijk denken aan een chip... ...normaal zitten daar uh, koperdraadjes in om het maar simpel uit te leggen... Uh, ...en die werden vervangen door hele kleine kanaaltjes... ...dus doordat je kleine vloeistofstroompjes kreeg. Ja. En het idee daarvan is van hoe kan je de koppeling maken... ...tussen levend weefsel en uh, fluidische uh, devices... ...en daarmee dus analyse uh, verrichten aan biologische systemen... Tot aan een enkele cel aan toe. En daar, daar ben je ook een jaar of zes mee bezig geweest? Daar ben ik zes jaar mee bezig geweest. En daar geweest. heb je ook een proefschrift in geschreven? Daar, daar heb ik een proefschrift in geschreven. En alleen moet je dat proefschrift verdedigen. Dus ik heb de eerste versie ingeleverd. Toen ben ik een reis gaan maken rond de wereld. Want uh, al, uh, ik denk toen acht of negen jaar, was ik heel fanatiek bezig met dansen. En dat, uh, dat ben ik toen gaan doen op die reis, vier maanden, door de Verenigde Staten. Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Argentinië en Brazilië. Ja. ja, en dat beviel zo goed. Dat toen ik terugkwam, ik wel zeker wist dat ik uh, niet meer verder wilde in het lab. Ja. Toen heeft mijn uh, promotor nog uh, een hele tijd gevraagd van... joh, het is nog drie maanden. Nou, ik denk dat, eerlijk gezegd, uh, realistisch gezien misschien nog zes maanden was. Want er moesten nog een paar publicaties, die waren nog niet geaccepteerd. Die waren teruggekomen. Er moesten nog wat... Uh, verbeteringen in en ja. sommige moest ik nog het lab doen. Ja. Dus ja. ik denk dat zes maanden een realistische schatting is ja. geweest. Uh, voordat ik het kon verdedigen. Nou, dat, ja. dat heb ik niet meer gedaan. Nee. Dus officieel ben ik niet gepromoveerd. Ik ja. heb wel een proefschrift geschreven. Ik heb wel promotieonderzoek gedaan. Ja. 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 Heb je achteraf gedacht toen we in deze coronacrisis kwamen? Kan ik me voorstellen in februari, maart dat je dacht: oei, dit is mijn oude vak. Mm -hmm. Daar duik ik in. Ja, jammer ik weet... dat ik het niet heb afgemaakt. Heb dat niet ja, gemaakt? dat was voor de geloofwaardigheid natuurlijk wel een stuk beter geweest. Dat, dat, dat realiseer ik me. Maar uh, dingen gaan zoals ze gaan. En het uh, feit is dat ik proefschrift niet heb verdedigd, dus nee. dat kan ik ja. ook niet claimen. Ik, ik kan mij namelijk herinneren dat hè, ik zat toen bij Weltsmets als programma maken. Jij ja. was je ja, jouw eerste optreden was je bij ja. anderhalf uur. Ja. En wij stonden echt met open mond te kijken. Ook iemand als uh, Maurice de Rond zei tegen mij van, nou dit is eigenlijk het beste wat we tot zover mm -hmm. hebben gehoord. Mm -hmm. hè, dat jij eigenlijk een soort analyse maakte van, ja alles maar dan op een soort kritisch niveau en met een mm -hmm. soort... Uh, ja, een, een soort overzicht wat we tot zover van de virologen en microbiologen eigenlijk aan niet hadden, hadden gehoord. Tot ja. zover eigenlijk sowieso niet gehoord, want het, ja. het kwaliteitsniveau van die mensen, althans wat ze vertellen ja. op tv en radio is natuurlijk heel erg beperkt. Ja, dat klopt. Dat is heel erg versimpeld en daarmee de, 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 verlies je de nuance en juist die nuance koppelt al die velden aan elkaar. ja, ja. Nu ben je op een of andere manier verwikkeld geraakt in een uh, nogal uh, hard debat met Mark van Rans, de staatsviroloog, Belgische staatsviroloog. Ja, ik weet niet of het hard debat is. kijk uh, uh, Mark van Rans, uh, hij is wel viroloog, alleen als je zijn gedrag bekijkt, dan denk je dat hij professioneel Twitteraar is. Uh, hij vindt het belangrijk dat hij uh, iedereen de les leest, maar doet dat op zo'n manier nou. dat je uh, ja wel kan afvragen of dit hoort bij iemand die uh, de regering in België adviseert. En, en, en dat heb ik aan de kaak gesteld. Hè. Moord en brand werd er geschreeuwd als die werd bedreigd. En toen heb ik een tweet erover gedaan: van nou ja, als je je zo opstelt, is het niet heel gek. Nou, maar zeg ik niet dat het goed is om iemand te bedreigen. Hè? Ik ben echt nee. uh, overal nee, wel boos uit. Ja. Maar wat je daar ziet is dat uh, ja, zo iemand zijn positie misbruikt... Uh, en het debat misbruikt om kritische stemmen uh, de mond te snoeren. En dat gaat zo ver dat als je, zoals ik, zegt van... ho, ik laat me niet voor, uh, voor van alles uitmaken... zeker niet omdat het is met een bepaald doel... mijn mond dood te maken en te ruïneren... En daar moet Paal en perker gesteld worden. Dus ik heb in Nederland aangiftes gedaan. En ik ben in België heb ik een strafklacht neergelegd, uh, in samenwerking met uh, Michal Verstraten, ja. een Belgische advocaat. Uh, en daar zie je dat het Hof uh, nogal eenzijdig de zaak bekijkt. Uh, ik ben nu veroordeeld uh, voor een tergend en roekeloos proces, iets wat volgens mij helemaal niet kan. Maar wet doet er niet meer toe. De, wat uh, de ander uitkraait mag allemaal. Ik mag voor van alles worden uitgemaakt. Maar, wat zijn nou, de dingen waar, 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 waar hij jou voor uitgemaakt heeft waarvan jij zegt dit kan eigenlijk niet? Um, nou, de dingen die we echt hebben aangehaald. Dat gaat over uh, antivaxer, uh, uh, gevaarlijke uh, onzinverspreider, uh, oplichter, opruier, um, uh, anti-wetenschappelijk, uh, virusontkenner. En zo'n term als het één keer wordt gezegd, dan kan je denken van nou ja, misschien... Scherpst van, van, uh, van het debat dat iemand een keer ze wat net, minder net uitlaat. Uh, maar dit is heel systematisch. En, en dit is uh, ook de woordkeuze is duidelijk gericht op het schaden en het criminaliseren. en daarmee het ruïneren van kritisch geluid. Maar is het zo dat hij eigenlijk inhoudelijk. er is helemaal geen inhoudelijk debat? Het is eigenlijk... Dus vrijwel geen inhoudelijk debat. Hij zegt prikjes, prikjes, prikjes. De oplossing is prikken, prikken, prikken. Maar het en, feit en, en dat en jij omkussen, daar vragen aan stelt of kritiek wat, op hebt, wat, wat, dat neemt wat echt, niet Wat echt uh, een wetenschappelijke no-go is, is dat hij uh, ivermectine afdoet als een dierengeneesmiddel. Ivermectine is een heel veilig geneesmiddel. Dat ja, kort, ja. Daar zijn al 4 miljard Recepten voor uitgeschreven voor menselijk gebruik. Ja. De ontdekkers hebben in 2015 volgens mij de Nobelprijs ervoor gekregen. Ja, ja dat, dat hoort niet. Als je arts bent, dan hoor je je echt genuanceerd erover uit te laten: van dit is een heel goed middel. Het debat moet gaan, werkt het voor het bestrijden van luchtweginfecties? Ja. Dat moet het debat zijn, niet of het een dier is. COVID-19. COVID-19, COVID -19. ja, ja. ja. En uh, ja, kijk, we gaan het met name hebben, dit uh, gesprek, over de, de aankl aanklachten tegen jou. Ik heb een van die aangiften, die is van de heer boom die begrijp ik 15.000. 22.000, dacht 22.000 ja. mensen heeft verzameld. En daar heb jij ook een tegenaangifte gedaan en daarin nou die aangifte gaat niet zozeer tegen de aangifte van dikke Het nee. gaat meer over het het ontoelaatbare gedrag dit dit valt onder stalking wat hier ja. gebeurt ja uh, en dat is denk ik heel duidelijk en misschien ook wel goed om daar even uit te citeren dat het publiek ook weet wat hoe over jou gesproken wordt op, op het internet dat doe ik namelijk de andere kanten ook keihard aanpakken en opsluiten dat tuig van opruier willem engel hij heeft de wappies opgejut de laatste maanden en zie hier het zoveelste resultaat. En opgeruimd staat netjes. Opsluiten deze opruiende, ondermijnende en liegende sectenleider. en nu graag doorpakken. En, want Willem Engel is geen mens. Dat is ongedierte. Daar hapt hij vermoedelijk wel in. En dat happen gaat over de hond, de politiehond. Ja. En Willem Engel Vuile klerenleier, iedereen vreest voor het leven en de gezondheid van Eriksen en jij, vieze rat, probeert even te scoren en het te koppelen aan vaccins. En je bent een gore en gewetenloze oplichter zonder hart dat karma je snel mag treffen. Dat is een doodsverwensing. Ja. En een walgelijke nietsontziende, geldgraaiende secte secteleider dieptepunt naar dieptepunt in rap tempo. Ja, volgens mij. Is een, is een kleine een bloemlezing en zo zijn er honderden tweets te vinden van hem. Van hem. ja Dit is iemand die totaal geobsedeerd is. Ik heb hem al anderhalf jaar geleden geblokkeerd. Maar uh, elke dag komen er uh, grievende tweets naar, naar buiten. En ik heb het geprobeerd te negeren, maar nu dat. Zo in de media wordt opgepakt. Nu word ik eigenlijk gedwongen om hier paal en perk aan te staan. Maar er zijn dus eigenlijk 22.000 mensen die deze meneer, die dit soort taal uitspraakt. En zo bedreigend is, ondersteunen. Die mensen weten eigenlijk niet wat ze ondersteunen. Precies, dat is eigenlijk een beetje mijn zorg. Zouden die mensen snappen dat dit... Volledig ontoelaatbaar gedrag is. En dat je je daar beter niet je handtekening onder kan zetten. Maar. Het, nou ja, het, waarschijnlijk weten ze niet dat hij dit ook, ook gezegd heeft. Dat, dat lijkt me sterk, want hij is er nogal open over. En hij is het heel erg naar buiten aan het brengen. En uh, alle social media staan vol met scheldkanonades uh, richting mij. Wat ik vooral vreemd vind, is dat de oude media uh, hier zoveel ruimte voor geeft. dat dit soort mensen. Ja, die zelf geen boodschap hebben, die geen argumenten hebben, die vooral heel veel schelden en nou ja, doodsverwensingen, dreigementen uiten, eh, dat die dan zoveel ruimte krijgen. Maar er zelf wordt niet uitgenodigd. Nee, nee. nee hij werd, werd inderdaad uitgenodigd bij Op 1 heb ik hem gezien. Daar kreeg hij wel overigens een vraag. Van, uh, het was niet zo dat hij daar helemaal ongeschonden weg kwam. Ik, denk, ik denk dat hij zichzelf uh, flink voor lul heeft gezet, als ik eerlijk ben. Ja. ja. Dus hij, geen... hij, werd niet helemaal... ja. hij werd niet helemaal onkritisch weggezet. Ja, maar dat je zo iemand wel uitnodigt. Ik bedoel, waarom zou je dat doen? Ja. Dit is... Hij heeft een strafaangifte gedaan tegen jou. Ja. Jij hebt... Ik heb begrepen deze dat vandaag. deze strafaangifte inge... gedaan tegen hem. Ja. Uh, sorry, wat vandaag? Vandaag is die kennelijk ingeleverd, de strafaangifte. Ah, Oké. Okay. En verder is er volgende week, op 23 december, donderdag, een, uh, ook een zaak. Tegen jou. Ja, maar dat is, dat is een hele andere zaak. Ja. Dat is, Vertel uh, even wat die zaak dan was. Ja, nou, 10 oktober 2020 ben ik onrechtmatig vastgehouden en gearresteerd en moest ik een nacht zitten. Nou, dat is evident onrechtmatig, dat heb ik ook aangetoond. Uh, in dat hele proces zijn er dingen fout gegaan en er is al toegegeven dat het vooral een politiek doel had, namelijk het gebiedsverbod dat per direct werd opgelegd. En daar, waar, waar, is, dus, waar, waar was dat? In Den Haag. In Den Haag. Uh, ja. Uh, op de korte of de lange poten. Niet op het plein, daar, dat was waar de demonstratie oorspronkelijk was. Na twee keer het plein geprobeerd hebben, zijn we gaan wandelen. Dus ik heb om te voldoen aan de vordering mensen opgeroepen om te gaan wandelen naar het stadhuis. Mm -hmm. En om aangifte te doen tegen Jan van Zet, dat is de burgemeester van uh, Den Haag. Ja. Um, dat is denk ik de aanleiding geweest om mij te isoleren uit de groep. En uh, na het onrechtmatig insluiten, want dat is nog even voor de mensen. Mensen mogen niet ingesloten worden. Er moet gevorderd zijn. Nou, dat is niet gebeurd. Mm. Uh, dus er is een hele reeks aan uh, procedurefouten die hier is, uh, is gedaan. Ja. En omdat ze er vrij snel achter kwamen dat er fouten zijn gemaakt... zijn ze ook uh, stukken gaan vervalsen. We letten heel goed op, dus we hebben alle uh, dingen naast elkaar gelegd. En het ja. blijkt dat er wel een paar medewerkers van het OM... Zich schuldig hebben gemaakt aan het vervalsen van, uh, van bewijsmateriaal. Mm. Dus dat wordt een hele interessante zaak. Wat er overbleef, want kennelijk zaten er toch mensen bij het OM die dachten: van ja, maar het oproepen tot wandelen naar het stadhuis en het, en het oproepen tot het doen van een aangifte. Uh, dat maar zijn geen dat strafbare wel, nee? feiten. Precies, ja. dus, dus nee. dat vonden zij zelfs te gek. Dus toen zijn ze gaan doorgraven in uh, mijn life, die ik. Uh, op die dag heb gedaan uh, voor de demonstratie en tijdens de demonstratie ten tijde van het insluiten zijn dus ze daarin gaan zoeken en hebben ze daar uh, iets uitgelicht wat zij interpreteren en, en dat is duidelijk interpreteren want dat is niet wat ik zeg um, van er wordt nu ingesloten zonder en dat is dan mijn quote ja. er wordt nu ingesloten uh, zonder een vordering, dat is ja. onrechtmatig ja, zouden we dan nu agenten onder burgerres moeten stellen? Ja. Vraagteken. Ja. Dus het is geen oproep, het is een vraag. Het is ook ja. niet gericht geweest in de camera. Het is een gesprek geweest wat gefilmd werd. Ja. Dus het is heel ver gezocht om, om, ja. om dit. Eigenlijk is er heel erg weinig, heb ik het gevoel. D er is niks. Er is niks. Dit is puur een politiek proces. En dat willen we de 23ste heel erg duidelijk ja. maken, dat het OM een politieke. Uh, agenda uitvoert en niet bezig is met uh, recht. Want die, die dikke boom, misschien moet ik daar dan nog even op ja. terugkomen, omdat die, die komt wel met een soort aangifte uh, ja, waar je allemaal grote mm -hmm. woorden in vindt. Ja. Het valt samen in vier dingen: uh, opruiing, ja. verspreiden van medische desinformatie, ja. terroristisch oogmerk <laughs> en oplichting. Ja. Misschien zouden we dat ook even. Dan laten, we Kort maar alle vier, zeggen, laten we ze ja. alle vier beginnen met, op, met opruiing. Ja. Waarom vind jij dat, je, dat dat gewoon nergens op slaat? Nou, ik, en ik heb hem doorgelezen, maar ik kan niet goed uh, duiden waar die term dan vandaan komt, wat hij daarmee bedoelt. Ja. Wat ik eruit haal is dat hij bedoelt dat ik mensen oproep om niet de maatregelen te volgen. Ja. Ik, nou ja, als je mij een beetje volgt, dan roep ik mensen op om vooral hun eigen recht te te beschermen. Hmm. En, uh, en uh, ja, dat betekent dus dat ik het heel gezond vind om te knuffelen. En dat ik persoonlijk die anderhalve meter onzin vind in mondkapjes. Dus ik ga er niet aan meedoen. Dan kan ik een boete voor krijgen, dat kan. ja En als andere mensen dat doen, dan kunnen ze dat ook krijgen. Dus ik zie daar geen enkele opruiming in. Of het fotograferen van GGD-medewerkers die stiekem kinderen injecteren. Maar het injecteren van kinderen zonder medeweten van de ouders is een strafbaar feit. Dus het fotograferen vind ik een burgerplicht. En dat, daar roep ik ook nog steeds toe op. Leg dit vast. Ik zeg niet dat je het moet publiceren, maar het moet wel vastgelegd worden. Ja. Um, het uitmaken voor uh, wat mensen nog steeds regering noemen. wat ik denk dat een foute term is. Het is een regime, er is een koep gepleegd. En daar kunnen mensen het niet mee eens zijn. Als, als ze blind zijn voor de Maar waar, waarom is er een koep gepleegd? Dat, dat gaat misschien ook wel heel ver. Ja, maar dat mogen je, mensen. Ik, ik bedoel, dat mag je zeggen, wat mij ja? betreft. Maar, maar ja, de, en, de vraag is wel waarom dat. Je vindt dat dat zo is? Nee, nee, nee. Ik constateer dat dat zo is. Dat is een groot verschil. Er is verkiezingsfraude gepleegd en na negen maanden... Ja, Maar dat laatste heb je natuurlijk niet in Hebben we bewezen, keihard bewezen. Ja, die rechtszaken lopen nog steeds. Dat proberen ze uit de media te houden, maar dit is vast komen te staan. En daar zien we ook dat het OM probeert dat weg te vegen. Ja. Dus elke zaak die we aanspannen, zonder onderbouwing, wordt weggeveegd. Alleen dan daar, heb je, nog heb je daar... artikel 12 rechtsvordering, dus dit soort zaken die lopen nog. Ja, dit krijg je een beetje wat natuurlijk in de Verenigde Staten dan ook. Te ja, maar daar is ook verkiezingsfraude ja, gepleegd. Ja. Ook in Zwitserland, ook in Duitsland. Mensen moeten stoppen met zo naïef doen. Er is een koep gepleegd en in dit geval is het maar heel zeg, duidelijk. Jij, jij roept gewoon dat in Nederland, laten we het even dicht ja? bij huis houden. In Nederland zie je de op handlangers. 17 maart ja. eh, 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 zijn de verkiezingen vervalst en ja. dat heeft geleid tot het feit het dat, dat er 17 nu maart een regering is. gevormd kan worden die we dan krijgen. Dat is dezelfde over als de vorige. Nou, dat is natuurlijk al een hele sterke indicatie dat er iets mis is. Ja, ja. Je, je treedt af omdat je iets fout hebt gedaan en je treedt weer aan en dat, dat, die fout is nog niet opgelost. Er is nog niks aan gedaan, hè? Er zijn nog geen slachtoffers gecompenseerd, zijn nog niet gehoord. Er is nog geen parlementaire enquête geweest en ondertussen en ja, ik... gaan diezelfde partijen verder. Nou, dat is een hele sterke aanwijzing. Maar het belangrijkste is eigenlijk, als je kijkt naar de voorverkiezingen. De ondersteuningsverklaringen. We, zaten, we stonden op dezelfde lijst, dus je hebt het ja. van dichtbij meegemaakt. Ja. De kiesraad heeft fraude gepleegd. Dat is vast komen te staan. De, de ondersteuningsverklaringen zijn van de ene stapel naar de andere stapel verplaatst. En er zijn de verklaringen die we hebben ja. gedocumenteerd zijn verdwenen. Dit is verkiezingsfraude. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ja, ja, de manier waar, ik moet eerlijk zeggen: de manier waarop VSN en lijst 30 gegaan heeft, heeft mij ook verbaasd. Maar je kan natuurlijk zeggen... Ik, ik denk dat je daar niet naïef over moet doen. Nee, dit, maar dit past dat heeft mij verbaasd in. hoe ja. dat... Ik was er redelijk verbaasd over hoe dat ging. Ja. Maar even los van... Laten we even de grote partijen nemen. VVD, ja. CDA, D66. Ja, uh, uh, je, ja je ziet, je het is heel vergaand kan... natuurlijk om te zeggen dat dat verkiezingsfraude is. Er nee, nee, dus nee, zijn heb... hele harde bewijzen daarvoor. Ja, maar we, maar we hebben hele harde bewijzen. En die gaan van het, uh, het doen van een, een stem. Uh, de stem niet terugvinden... Op uh, het proces-verbaal van het stemlokaal. Ja. En uh, laten zien dat de stembussen niet verzegeld zijn. Hmm. Dat samen met de verandering van de interpretatie van de wet van Olundgren. dat er tijdens de verkiezingen nog regels veranderden over dat briefstemmen. Ja. De, hier zie je het probleem. Het zit op zoveel laagjes, maar dat er grote onvolkomenheden zijn. en dat er statistisch ook uitslagen zijn die niet kunnen. Ik bedoel, uh, rond Groningen, uh, Schiedam, uh, wat is het? Uh, Venlo en Venraai, gemeentes die structureel SP of PVV stemmen, die nu opeens VVD of D66, dat is statistisch totaal onmogelijk. Dat kan niet. Oké. Okay. Het andere punt dat gaat ervoor opruimen. Het andere punt is stelselmatig verspreiden van medische desinformatie. En daarmee het gevaar brengen van de volksgezondheid. Ja, en daarmee. vind ik nogal raar naar iemand met jouw farmaceutische nou ja, en medische achtergrond. Maar het, ik, ik denk dat hij het meeste doelt op, um, op de, het gebruik van uh, hydroxychloroquine en ivermectine. Ja. Voor mij is het bewezen. Uh, ik heb heel veel onderzoeken doorgenomen en het helpt. Ja. Dan kunnen er mensen zijn en artsen zijn die uh, het niet bewezen vinden en het niet voor willen schrijven? Maar het punt gaat erover dat dit middel of deze middelen zijn gecriminaliseerd. Er is heel veel negatieve publiciteit geweest. Er zijn zelfs wetenschappelijke onderzoeken die aantoonbaar gefraudeerd zijn om deze middelen in diskrediet te brengen. De voorraden zijn opgekocht door het RVM en worden nu achter slot en grendel daar bewaard. We hebben daar vragen over gesteld, we hebben WOPverzoeken gedaan, geen mededeling. Er zijn hier hele vreemde dingen aan de hand. 20 december uh, is de uitspraak over de, de, de tweede of de derde ivermectinezaak. Het enige wat daar wordt geëist. is dat artsen de vrijheid krijgen om het voor te schrijven. als zij en de patiënt dat overeenkomen. En dit gaat over uh, de, de patiënt behandelaar uh, privacy eigenlijk. Nee, dat begrijp ik. Maar dus, dus ik, ik moet je zeggen dat ik deze zaken. ook destijds natuurlijk uitgebreid met ja. uh, Rob Eners. heb besproken. met name de HCQ-zaak. Ja. En hij heeft een papier waarin hij zegt: als er sprake is van uh, uh, consent, hè, van ja. instemming van de patiënt, Precies. Dan, mag dan mag ik als huisarts dat voorschrijven. Ja. Na informed consent, zoals dat dan heet. Ja. Dus in feite <laughs> is dat al het geval. Ja. Formeel. De, de, de groot deel van de media heeft dat niet goed door, merk ik. Maar dat is wel de harde werkelijkheid. Dat op het moment dat je die procedure doorloopt als arts. Dat je uh, ACQ in ieder geval, even met tien weet ik niet, maar HCQ in ieder geval mag voorschrijven. Dat klopt. Maar de inspectie, die hiermee belast is, en dat is ook een hele bijzondere manier hoe dat in de wet is veranderd de laatste paar jaren. Ja. Dus de IGJ, ja. die ziet erop toe uh, uh, wie wat mag voorschrijven. En daar kan je al vraagtekens bij stellen, want dat is iets tussen de patiënt en de, uh, en de behandelaar. Uh, maar er wordt. Nogal geïntimideerd wordt gedreigd met 150.000 euro aan boete. Ja. Uh, volgens mij heeft Rob Elens ook een boete gekregen, dus die zaak loopt ook. Ja. Er is heel veel intimidatie. We hebben zelf een rechtszaak gevoerd uh, voor uh, Koen Verhagen. Zijn vader uh, mocht niet behandeld worden en uh, dat is geblokkeerd door de rechter. Die vader is overleden. Dit is een hele ernstige feit wat hier aan de hand is. Dus het, het, het is uh, ja, als het niet zo ernstig was, dan, dan zou het Grappig zijn dat iemand uh, mij beticht van het verspreiden van medische desinformatie, terwijl hetgene is dat wij wat wij juist willen, is dat de echte medische informatie op tafel komt, dat er een debat over wordt gevoerd en dat de autonomie van de arts niet op deze manier wordt gekortwiekt. Nee, oké. Okay. Derde punt, samenvattende punten: ter terroristisch oogmerk. Ja, ja, dit, dit is. Ja, ik, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Kijk, je kan iedereen wel terrorist gaan noemen omdat hij moslim is. En dat, datzelfde is hier nu aan de hand. Hè? Want dit komt niet uit de lucht vallen als wij rond de wereld kijken, en met name Duitsland. Daar proberen mensen binnen het regime, ook corona zoals ze dat dan noemen, te criminaliseren. En. Uh, Eigenlijk wordt daar gezegd van ben je tegen de maatregelen? Nou dan ben je terrorist, dus dan moet je vervolgd worden. Ja. En daar is dit een, een verwijzing naar. Uh, ja, ik ben tegen de maatregelen omdat ze gevaarlijk zijn. Ze zijn schadelijk voor de volksgezondheid en ze houden een nep pandemie in stand waar, waar uh, helaas een hele grote zwendel achter zit. Uh, en die zoveel invloed heeft dat de middenstand armer is geworden en er een enorme. Wealth distribution is, zoals het heet, naar de top 0,1%. Dat is het echte verhaal daarachter. En terrorisme, dan moet je gaan naar, wat is de definitie van terrorisme? En dan kom je er eigenlijk op uit dat er staatsterreur wordt gevoerd. Namelijk het doen of het bedreigen met als doel mensen angst aan te jagen om zo politieke doelen na te streven. Dit is precies wat het regime doet. Ja. Laatste punt. Oplichting. Dat... Ja, dat is een hele, hele lastige. Want het grappige is dat daar het tegenovergestelde al bewezen is. We hebben natuurlijk twee uh, zaken tegen de ING gevoerd. Want die probeerden ons op oneigenlijke wijze klant af te maken. Ja. Uh, die hebben we allebei gewonnen. En daar is onomstotelijk vastgestaan van... er is hier op geen enkele manier sprake van oplichting. Ja, uh, nou, kijk, hij... wat, er, wat er wordt gezegd is... jij zou een lening hebben gehad van de stichting Dat klopt. Viruswaarheid. Dat klopt. En uh, vertel even precies wat daar ja. gebeurd is. Ja, nou, uh, ook weer vrij hypocriet natuurlijk van de bank, want we hebben alles in overleg gedaan met de bank. Dus ook die lening, die, dat was een noodgreep, hm. omdat de, degene die normaal uh, garant stond voor het kopen van het stukje land in Forteventura, wat ik in 2019 al heb gekocht, er moest nog een laatste betaling verricht worden. Hm. Uh, mijn hypotheekverstrekker had geen liquide middelen. Toen ben ik naar de ING gegaan. Die gaf nul op request. Toen zijn we gaan kijken, uh, uh, zou de stichting dit kunnen doen? Ja, want er zijn uh, reserves, dus daar komt niks mee in, uh, in de knel. We hebben dat uh, gedocumenteerd. Die lening is uh, voldaan. Mm -hmm. Een paar la maanden later is die ook terugbetaald. Mm -hmm. Dus er is niks in gevaar gekomen. Er is geen geld afgeroomd. Er is niks in het geheim gedaan. De rechter heeft ook naar gekeken en zegt van, nou ja, dat, dat was... Hier is niet... al een zaak over geweest, dus het is Het was misschien handig om het op deze manier te doen, maar ik zie hier geen strafbaar feit in. Nee. En daarmee was voor ons volgens mij de zaak af. Toen heeft de ING dat nog een keer geprobeerd. Toen hebben we nog een keer die zaak gevoerd, hebben we weer gelijk gekregen. Dus het is ook nog eens bevestigd. Ja. Um, ja. Want ING weigerde wat... op een bepaald moment jullie een bankrekening of zo? Ja, omdat wij uh, een activistische organisaties zijn en we ja. zien dit veel breder. We hebben ook stukken boven water gekregen die dan bij de Rabobank naar boven kwamen, maar die ongetwijfeld hebben gecirculeerd bij alle banken. Ja. Uh, hoe weer je kritische organisaties. Ja. En, en dit is structureel. We zien dat uh, uh, organisaties die uh, kritisch uh, op het regime zijn, uh, worden geweerd uh, door financiële instellingen en dat is natuurlijk een, uh, een indirecte manier van censuur. Ja. Nog even terug naar die 23 december. Ja, dat is volgende week donderdag. Ja. Uh, dat is een live streamen, dus ik nou ja, dat lights en live, de de live de streamen. En uh, uh, wat uh, wat verwacht je? En wat is de termijn? De de termijn? Ja, we, 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 we bedoel, we, wat zijn de termijnen? Dan is de zitting Ah. Ja, een paar weken later zijn, is de uitspraak op, nou, maar op, zo Als je was. kijkt wat er gisteren gebeurde met het uh, schijnproces tegen Thierry Baudet, uh, ja, heb ik heel weinig vertrouwen in de rechtspraak. We, we moeten eigenlijk zeggen: er is geen rechtspraak. Hopelijk zijn er nog rechters. Nog even het proces die, tegen Thierry ja. Baudet. Misschien moet je daar ja. ook even zeggen nou, wat was, je daar, daarvan vond. Dit is evident voorgekookt. Dat is helemaal in elkaar gezet. Ik verdenk ook het NCTV ervan. Om die dagvaarding te maken en het vonnis te schrijven. Dat heeft de rechter zelf niet geschreven. Dat is evident. Uh, we hebben deze rechter overigens al eerder gehad in onze Facebookzaak. Daar was ze zeer onbeschoft tegen Mordegai Krispijn. die over zijn joods verleden vertelde. En hij werd tot wel vijf keer de mond gesnoerd. Het was een, een tenenkrommend Deze rechter, uh, ja, dit is een lakai. Dit is een lakai van het regime. Uh, we gaan hierover sorry Mordegai Krispijn is joods. Ja. Heeft uh, verklaard. Dat hij wel degelijk vindt dat je de vergelijking zou moeten kunnen zijn. maken. Eh, maar ook, ook de vergelijking zou moeten kunnen ja. maken tussen wat er op dit moment gaande is aan ja. discriminatie en de aanzet ja. van, de Joden, van de Jodenvervolging in de oorlog of de situatie ja. in de jaren dertig waarin het onderscheid is gemaakt. En Mordechai kispijn heeft ook hierover zijn verklaring gegeven. Ja. En, op, en Op de Dam heeft dat uitgelegd en, en gezegd. Uh, als we nu niet mogen vergelijken, wanneer mogen we dan wel vergelijken? Nou, het komt erop neer. Wij mogen niet vergelijken. Dat mag alleen de kant doen die aan de macht is. Da ja. Dat is heel duidelijk. Want de, de Jetters en, en de andere lakijen... van deze 66 en andere partijen, die schreeuwen moord en brand en maken mensen uit voor Hitler. Uh, iedereen vindt dat het, dat het kan. Uh, je hoort het CD niet, je hoort de CEO, CEO niet. Ja, ja. Uh, totdat er politieke stelling moet worden genomen. Dus dit soort uh, uh, organisaties die laten zich misbruiken... en misschien is dat wel hun, hun primaire bestaansrecht... om als breekijzer uh, het, uh, het verzet de mond te sturen. Nou ja, en en daarmee, daarmee kapen ze en gijzelen ze de Joodse stem. En dat is zo schadelijk. De opstelling van het Sidi wekt antisemitisme in de hand. Door het claimen van het slachtofferschap ja. en door zo... Je te mengen in een publiek debat waar je niet per se deel van bent, uh, doe je de Joodse het zaak enige, meer, meer kwaad dan goed. Het enige wat ik eigenlijk uh, verbijsterend vind om te zien, is dat uh, Mordecai, maar Thierry Baudet en ook anderen natuurlijk gezegd hebben: uh, Niet zozeer wij doen iets af van de Jodenvervolging. Nee, mm -hmm. wij vinden de discriminatie van met name de ongevaccineerden. Zo ernstig dat mm -hmm. het ons doet denken ja. aan het begin van de onderscheiding tussen Joden en niet-Joden. En het is stuitend dat juist de Joodse gemeenschap dit niet zou herkennen. En, en dat geeft aan. Uh, wat ik, ik wil helemaal niet zeggen: je mag niet klagen over wat jou is overkomen. Maar het, een, een deel van deze gemeenschap, en lang niet allemaal, hè, want zij, zij spreken niet voor de meerderheid nee. van de Joden in Israël. Nee. Maar een deel van deze gemeenschap is blijven hangen in. Een eerste, tweede, derde generatie trauma. Uh, ik heb zelf vrienden uit die gemeenschap, uh, waar ik dat ook waarneem. Uh, het, 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 op het moment dat je de Tweede Wereldoorlog of de Holocaust aanhaalt, dan gaat er een knopje om en dan is er geen land meer mee te bezeilen. Dan is, dan is het gesprek, het genuanceerde gesprek, is over. Ja. En uh, ik, ik weet niet of je daar. Per se in door moet prikken. Maar volgens mij waren de opmerkingen van een Mordegai of van een cherry Baudet. helemaal niet gericht op de Joodse gemeenschap. om die te nee, triggeren. Nee, nee, nee. om ze uit te lokken om een uitspraak te doen. Nee. Maar het is veel meer een reactie op de gemeenschap. laten we het de D66ers noemen. Eh, die te pas en te onpas. de Tweede Wereldoorlog aanhalen. om hun argumenten kracht bij te zetten. En nu worden ze, krijgen ze lik op stuk. En schreeuwen ze moord en brand dat het niet kan. Maar zo'n uh, patronotte die, 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 die Baudet de nieuwe Hitler noemt. dit gaat veel verder dan de uitspraken van Baudet. Dus, dus het, is, het is knettergek wat hier gebeurt. Ja, het is ook een, inderdaad, alles wordt op de kop gezet. Nou, misschien moeten we dit onderwerp. Uh, Afsluiten tenzij jij nog wat wilt nou aan... Ja, we, we, we handelen het eigenlijk over uh, 23 december, wat daar nu aan de hand is ja. en uh, wat je daar verwacht. Nou ja, de rechtspraak is stuk. Dus we zullen uh, de rechtspraak ook tot de orde moeten roepen. Uh, we moeten uh, kijken of er uh, overleg is geweest over mijn zaak. Ja. Ja. Tussen het OM en de rechtspraak, want dat ja. is iets wat niet mag. Dat is namelijk iets wat we hebben vastgesteld nu in de zaak Fort Oranje. Dus ik raad mensen aan om dat te kijken. Ja, ja. Daar is nu vastkomen te staan dat Fort rechters is, de ontneming van Fort Oranje zelf hebben georganiseerd. Ja, Fort Oranje dus, is, een, is de camping een camping van mijn, van mijn vader. vader die ooit een groot en, probleem en die, had en waar heel veel rechtszaken over gevoerd zijn. Nee, maar die is dus op oneigenlijke manier onteigend door een samenzwering en dat staat nu vast... Een samenzwering tussen bestuur en rechtspraak. En dat is een grove schending van de trias Politica. Daar zijn bewijsstukken vervalst, daar is mijnheid gepleegd. Dat is een, een, een hele ernstige zaak en daar zullen we de komende tijd meer over horen. Ja. Maar wat die vooral laat zien, dat zo'n toeslagenaffaire niet op zichzelf staat. De rechtspraak is volledig ziek en die moet, daar moet echt de bezem door. En ik denk dat de 23e een, een mooie zaak is om dat ook aan te kaarten: de kindertoeslagenaffaire. Daar is eigenlijk van toegegeven op alle niveaus dat er dingen zijn fout gegaan. Ja. Ook op het niveau van de Raad van State ja. en de rechtspraak. Die hebben ja. dat zelf ook toegegeven. Ja. En daarmee... toegeven is één, veranderen is een twee. Ja, en ja. jij zegt, en dat lijkt ook natuurlijk een beetje wat ook voor de hand te liggen. Uh, het gaat, de, de kindertoeslagenaffaire is de top van de ijsberg. Ja. Daar zit een enorme ijsberg onder die we niet zien. Ja. En er is veel meer fout ja. dan de kindertoeslagen en ook, veel Ook als we kijken naar het satanisch ritueel kindermisbruik, iets wat heel gevoelig ligt, waar Gildo van Meijer terecht de vragen over stelt. De reacties van de voorzitter of van Grapperhuis die doen mij echt uh, de wenkbrauwen uh, ja, ja. trekken. Want, soort... want dit zijn, dit zijn dingen. Ja. Demming is dus het deksel. Ja, maar goed, dit is wel weer een, een heel ander onderwerp. Ik wil graag. Nee, maar, nog maar, maar even... nee, het belangrijke, want je, je vroeg van: wat kan je daar aan toevoegen? Wat verwacht je daarvan? We hebben een enorm probleem met de rechtspraak. De rechtspraak is de kern van de koep. Is het niet zo dat de rechtspraak. En ik zie dat ook hoor: Niettijas Politica heeft een probleem. Maar is het niet zo dat je eigenlijk een enorme. Ja, Autocratische machtsconcentratie bij de uitvoerende macht en dat de wetgevende macht eigenlijk toch daarin meegaat en de rechtelijke macht in de houding springt en dat beleid volgt. Is dat niet aan Het, het, het is uh, hetzelfde van een andere kant bekeken. Natuurlijk, de, 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 de schending van de trieste politica, uh, wie. Is er nu aan de macht, is dus de uitvoerende macht. Ja. En daarom noem ik het ook een coup. Het is dus een regime. Ja. Uh, de, de wetgevende macht, in de vorm van volksvertegenwoordigers en, en ja. de Eerste en Tweede Kamer, en de rechtsprekende macht, uh, in de vorm van de rechters en de hoven, zijn uitgeschakeld. Die zijn alleen nog maar Ja, kijk, het enige is van die. Van die nee, maar die, van die zijn alleen maar. Die, die wetgevende die rekenen, macht, nee, maar, zeggen een aantal mensen. Die zeggen natuurlijk wel terecht. Er, zitten, er zijn nogal verschillende opinies. Er zitten een aantal mensen in die wetgevende nee, macht. Maar wat ik, wat ik bedoel, van Forum die nogal scherpe uitspraken doen. En dat is misschien ook een positief punt in dat nee, maar, proces. Het, het, als je de vonnissen leest, dan zie je dat constant het OMT. Wordt misbruikt om het beleid te legitimeren. We mogen vertrouwen op de experts. Ja. Een andere is, het ja. is toch via de Tweede Kamer gegaan. Maar ja. daar zit stemvee, die stemt over dingen waar ze niet over mogen stemmen. Mensenrechten heeft de Tweede Kamer niks over te zeggen. Ja. En nu wordt er een zweem van legitimiteit geveinst, omdat het parlementair getoetst is. Internationale mensenrechtenverdragen kunnen niet parlementair worden getoetst. Die staan boven onze nationale wetgeving. Daar zijn namelijk onze. Mensenrechten opgenomen. Ja. Dan komen we bij de derde, de rechters. De rechters zouden ons moeten beschermen als wij aan de bel trekken dat onze mensenrechten op grove wijze worden geschonden. Ja. En zij wijzen terug naar regering met een margin of appreciation, OMT met de experts en parlement met de democratische rechtvaardiging. Ja. Dit is ongehoord. Het is faciliteren en legitimeren van. Misdrijven. Nou ja, het is het tot elastiek maken, laten verschrompelen van nee, grondrechten ik ga en burgerrechten. Dat, dat ik klopt ga een stap dat, verder. Neem ik, ook waar. ik ga een stap verder. Na anderhalf jaar moeten we stoppen met het argument van onkunde, van disproportionaliteit, van tunnelvisie. Er is een koep gepleegd, er worden misdaden gepleegd. Dat is feitelijk wat er aan de hand is. En het kunnen harde woorden zijn. Maar ik wil juist niet gaan projecteren of gaan interpreteren. We moeten ons op de feiten beroepen. Dat kan alleen op deze manier verklaard worden. Ik wil nog even een ander onderwerp met je bespreken. Omicron. Iedereen ja. heeft het daarover. Jij ja. bent medisch wetenschappelijk geschoold. En je hebt daar vast een uh, interessante opinie over. Ja, ik heb toevallig een, uh, een goed gesprek gehad met een andere medisch wetenschapper. die ook nog uh, tot voor kort lector was. Sam Brokke in België. Mm -hmm. uh, ik heb het met uh, andere wetenschappers erover gehad. Het lijkt er sterk op dat dit het begin van het einde is. En wat ik daarmee bedoel is dat Omicron. Uh, uh, ondanks de, de media-hype. Een hele lichte variant is. Mm -hmm. Dus dat we eindelijk in die fase zitten na één golf en twee hobbels. Uh, hè, we zitten nu in het derde seizoen. En, en dit is wat je verwacht. Als een epidemie uh, bestaat, dan heeft hij eerst een exponentiële fase en nu zit hij in een in een reboundfase waarin die als het kaatsen van, uh, van een steen op het water dooft die uit. En dit is de uitdovende fase. Dus het is heel goed nieuws voor de gezondheid, voor de bevolking. Maar let op, uh, doordat dit zo'n zwakke variant is, is er blinde paniek bij het regime. En zullen ze alle maatregelen en prikjes die ze nog willen doorvoeren, dit seizoen moeten doorvoeren. Dus zij gaan in de hoogste versnelling. Het is vooruit... Verdedigen. Ja, maar goed. Dus, dus de omstandigheden ik... zijn totaal losgekoppeld van de, van de uh, medische aard van de variant. Hm. We ga, zij gaan in overdrive. Dus ik wil mensen vooral oproepen: blijf rustig, leg alles vast, laat je niet gek maken. Het regime gaat hele rare dingen doen, maar medisch gezien uh, is dit het einde. Ja, want Omicron spreidt veel sneller, maar is lichter. Omicron. Hm gaat alles, gaat de Delta-variant overnemen mm -hmm. en daarmee wordt het eigenlijk een, een soort, verkoudheid, een snotje. Een, ja. Het wordt meer een verkoudheid dan een griep zelfs. Ja. Het wordt eigenlijk minder dan de. Inflatie. Wordt minder dan de griep. Ja, ja, absoluut. En wa wanneer? Dat betekent dat dat eigenlijk vanaf volgende maand al, al zichtbaar wordt. Want dat erbij. wordt dat wordt waarschijnlijk nu al zichtbaar. En dat wordt ook al gezegd, hè? We, we, we zien al de piek. Uh, die is al geweest. Wordt er nu gezegd? Nou, kan het zijn dat door de maatregelen uh, de algemene gezondheid nog verder wordt aangetast, waardoor we nog een lange tijd in een soort na l effect blijven zitten? Maar qua SARS-CoV-2 uh, hebben we nu het einde gezien. Dat is wel de verwachting, ja. Is dit overigens een verwachting die door meer wetenschappers ja, in ja, jouw toch? omgeving wordt, wordt gedeeld? Absoluut, ja, door heel veel. Ik dus in feite is een... dat een heel positieve boodschap. Het is een hele positieve boodschap, ja. Ja, ja, want het, we, we, we ja. hebben hele sombere boodschappen, maar jij komt niet ja. medisch gezien met een heel positieve de, boodschap. Laten we dat nou gewoon in ja, stellen. Ja, en Zuid-Afrika is daar heel duidelijk in. Ze zeiden al vanaf het begin van dit is een milde variant en ze zeggen nu van nee, er is genoeg data. We zijn zes weken verder. 5 november werd hij daar ontdekt. Uh, als het wat zou doen in de ziekenhuizen, hadden we het echt moeten zien. Ja. Uh, ik heb vandaag nog een tweet van Robert Malone, uh, de uitvinder van mRNA-techniek, ja. uh, geretweet. Die een hele interessante post had over dat het misschien wel uh, meer transmissible, dus besmettelijker is. Mm. Uh, maar dat er een ander mechanisme achter zit. Uh, en het nog steeds hetzelfde SARS-CoV-2-virus is. Dus mm. ja, mm. je bouwt groepsimmuniteit op, maar je krijgt geen klachten meer. Dit is the best of both worlds. Oké, okay. um, tot slot. Tot slot, eh, als we deze positieve Omicron-boodschap nu in een toekomstplan, een toekomstbeleid, met name voor het coronaprotest ja. zouden willen zetten, wat is dan jouw beleidslijn, jouw advies, ja. jouw voorkeur dat wij als corona-kritiek zouden moeten ja. als lijn zouden moeten? Nou, vooral laat je boosheid gaan. Mm -hmm. We zijn er bijna. Dus houd je rug recht, mm -hmm. blijf knuffelen, blijf samenkomen. Uh, blijf glimlachen, want uh, het, het verhaal uh, is al gevallen. We hoeven nu niet meer uh, zo hard ons best te doen of zo op de barricade te springen of naar de andere kant te schreeuwen: van, Zie je het niet? Nee, het, het ligt allemaal op maar tafel. Wanneer denk, je, wanneer denk je dat mensen dit echt beginnen te zien en we van de maatregelen afkomen? Ja, ik, ik denk dat uh, begin volgend jaar, dus dat je begin januari. Dan zie je, de code zwart die dan niet is gekomen. Ja, hoe lang ga je dat volhouden? Hè? Hoe lang ga je mensen in die angst kunnen houden? Een Omicron, en omikron, dan krijgen we dadelijk uh, Omega, of weet je, dan wordt er weer een nieuwe variant. Ik merk ook heel duidelijk op straat: ik zie bijna geen mondkapjes meer buiten. Maar ook bij de politie komt daar regelmatig om aangiften te doen. Nee. Iedereen geeft gewoon weer een hand. Geen mondkapjes dragen, geen anderhalve meter. Het is gewoon weer normaal. Maar ben jij nou niet bang dat op het moment dat men vaststelt dat die Omicron meer besmettingen geeft? Want dat is, is, is ook aan de hand. Dat ja, maar... men zegt de besmettingen zijn hoger, dus we moeten weer meer maatregelen nemen. Ja, kijk, het regime zal dat proberen. Alleen mm. uh, uh, ten eerste besmettingen is fatief taalgebruik. Je hebt mm. een subklinische infectie of een klinische infectie. Uh, en dat is waar de hele tijd die ah, okay. verwarring is. Mm. Een, een mens kan niet besmet zijn Een mens kan geïnfecteerd zijn. Positieve dus testen. Laat positieve, testen. Ja. positieve testen hebben geen medische, uh, geen medische relevantie. We moeten kijken naar uh, patiënten. Nou, ja. Je bent alleen patiënt. Als je hulp nodig hebt, dan kan je nog ziek zijn zonder dat je hulp nodig hebt. Oké, okay, dan ben je misschien een ziektegeval. Maar dat, dat bestaat niet zonder symptomen. En, en ik denk, en dat is ook wat ik in de Verenigde Staten zie, dat steeds meer wetenschappers zich nu durven uitspreken. Omdat ze zien: ah, dit is het einde. Er gaat geen golf meer komen. De prikjes zitten erin. Uh, iedereen heeft antistoffen. D hier is geen verhaal meer van te maken. We gaan de komende maanden omicron beleven. En eigenlijk. Evolueert het tot een soort verkoudheid? Dat, dat is op dit moment uh, de stelling. Uh, en de data die, die dat laat zien, en dan wil ik mensen echt uh, verwijzen naar een plaatje, en ik zal het uh, nog doorsturen dat we misschien bij deze uitzending kunnen plakken: uh, de CFR, dat is de Case Fatality Rate in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika testen ze eigenlijk alleen als je klachten hebt, dus dan krijg je een veel beter beeld. Dan krijg je wel een vertekening van dat de CFR wel tien keer hoger is dan de IFR. Ja. Maar wat je daar ziet, is dat hij sinds dat omicron het heeft overgenomen, de CFR in is gestort. En dat is een heel positief verhaal, want dat betekent dus dat mensen die. niet uh, meer in niet meer doodgaan. Ja. Alleen precies. nog verkouden. Voor. Precies. En we hebben nu data van uh, bijna anderhalve maand. Dus. dus we kunnen nu zeggen: ja, het is een, een milde variant. Maar uh, jouw belangrijkste positieve boodschap is: uh, Omicron heeft een uh, is het begin van het einde ja. en is een geeft een positief toekomstmodel. Absoluut. Hartelijk welkom voor dit. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dank je wel.